Op dinsdag 10 mei 2022 is het startsein gegeven voor het uitvoeren van het Nationaal Bevolkingsbeleid 2021-2040. Het thema hiervan is de rol van migratie bij duurzame ontwikkeling van Suriname. Dit is tevens een van de doelstellingen van het bevolkingsbeleid. Het verwezenlijken hiervan ligt ten grondslag aan de samenwerking met de United Nations Population Fund, het Planbureau, het Algemeen Bureau voor de Statistiek en de overige stakeholders. Waar het hierbij namelijk om gaat, is dat de Surinaamse overheid eigenlijk enige tijd geleden al getracht heeft om een bevolkingsbeleid te formuleren. Ik geloof dat dat proces in 2005 is gestart. We zijn er eindelijk in geslagen samen met de overige stakeholders om vandaag een bevolkingsbeleid te launchen. Wat gaat dit dus inhouden? We hebben een inventarisatie gemaakt van de uitdagingen die er in die samenleving zijn. En die zijn dus neergepend in 10 doelstellingen die we binnen de komende 19 jaar willen gaan realiseren. Het doel van het bevolkingsbeleid is om ervoor te zorgen dat eigenlijk ontwikkelingsplannen en strategische plannen, inclusief het ontwikkelingsplan, maar dus niet beperkt tot het ontwikkelingsplan, empirisch onderbouwd zijn en mensgericht zijn. Dat wil dus simpel, we gaan niet ad hoc dingen gaan doen. We gaan hier een school bouwen of hier een bejaardentehuis neerzetten. Maar op basis van die data, dat is dat empirisch gedeelte, ga je identificeren van hey, hier zijn er hiaten, hier zijn er challenges. En hierop moeten we dus beleid gaan formuleren. En dat mensen in het centrum staan van die ontwikkeling. Het formuleringswerk is heel intensief geweest. We zijn in 2018 dus begonnen met de bevolkingssituatieanalyse workshop. Dat was dus een nationale bijeenkomst waarbij we stakeholders vanuit de overheid, maar ook het maatschappelijk middenveld, bij elkaar hebben gebracht om te brainstormen over de thema's die in het bevolkingsbeleid moeten komen. In 2020 zijn we dus formeel begonnen met de formulering van het beleid zelf. En het is dus een document dat ondersteund wordt door de overheid in zijn totaliteit, maar ook door het Algemeen Bureau voor de Statistiek en Stichting Planbureau Suriname. En het geheel is ondersteund en gefinancierd door de United Nations Population Fund. We hebben dus in de tweede helft van vandaag hebben we dus working group sessions. En de verschillende stakeholders die hier aanwezig zijn, zullen dus van gedachten moeten wisselen over de rol van migratie. Dat gaan ze dus op twee manieren doen. In eerste instantie zullen er discussies zijn. Alle groepen krijgen dus een stelling waarover ze van gedachten moeten wisselen. De stellingen variëren van arbeidsmarkt, economische groei, zelfredzaamheid en interne migratie. Allemaal in het context van migratie. En vervolgens moeten ze dus aan de hand van hun werkterrein hiaten en uitdagingen gaan identificeren en samen nadenken over oplossingsmodellen die met migratie te maken hebben. Suriname is van oudsher een migratieland. We hebben het samen gedaan. Ja, die samenstelling is nu niet hetzelfde als toen der tijd. De omstandigheden zijn ook anders. Maar het is belangrijk als overheid we gaan kijken van dit is wat we wel willen, dit is wat we niet willen. En op deze manier gaan we het aanpakken. En dat is waarvoor we vandaag ook hier zijn. Om in ieder geval enigszins leiding en richting te krijgen over wat die rol moet gaan zijn, die migratie moet gaan spelen in de toekomst. Het document is dus ondersteund door de regeringsraad en het moet dus nog goedgekeurd worden door de Nationale Assemblee. Het is de bedoeling dat het na vandaag dus naar de Nationale Assemblee gaat met de nodige onderbouwing en ik hoop dat daarna dus ook de nodige spoed erachter zet. Daarna is goed vertegenwoordigd bij deze bijeenkomst. En ja, als dat traject voorbij is, dan kunnen we uiteindelijk overgaan naar de implementatie. Er is een traject van 19 jaar uitgetrokken voor de implementatie. Dus we hebben aardig wat werk aan de winkel voor de komende periode.